Staat hier bij Toon de Zutter bij de U15 gewonnen vandaag in Gladbeek. Toon, hoe is de wedstrijd verlopen voor jou? Het was eigenlijk echt een drukke wedstrijd. Iedere ronde was het hier op de berg op een aanval. Ik ben zelf ook eens gegaan, maar om alleen weg te blijven, dat ging niet echt. Van waar ben je toen? Met Stekenen. Oké, wat kom je hier doen in feite? Het is toch een hele afstand, denk ik, hè? Dit is nu de vierde keer dat ik hier win. En vanaf sinds de eerste keer dat ik hier gewonnen heb, ben ik altijd al fan geweest van het parcours. En we zijn altijd al blijven terugkomen, dus het is ermee dat we dit jaar ook nog eens achter van weten wat we gaan er gewoon naartoe. Volgend jaar de vijfde keer dan? Volgend jaar zal dat waarschijnlijk wel anders zijn, want start ik ook bij de nieuweling. Dat zijn jongens van een jaar ouder ook direct. Dus die kans is een beetje klein. Wie is in feite Toon de Zutter? Dat vraag ik me eigenlijk al soms ook af. Maar ja, ik hou gewoon van koersen. Ik kan wel savas sprinten, maar voor de rest... Je zit wel in een goed team bij Van Moer, hè? Ja, een heel goed team. Ik ben altijd heel tevreden geweest van de ploeg al. Het zijn ook altijd toffe gasten om mee te praten en zo en mee te trainen. Het is fantastisch. Wat rijd je dit jaar nog? De ronde van West-Vlaanderen en dan zal het school beginnen. Dus ik weet niet hoe dat dan nog verder gaat verlopen. Maar de ronde van West-Vlaanderen zeker. Toch al een leuke bloemenmeisje, hè? Dat is al mooi, hè? Dat is mijn zus. Probeer dat. Dank u wel.